Hele goedemorgen. Het is zonnig, het is koud en we zijn in Zandvoort. En zoals je kan zien, de auto's zijn al niet meer schoon. We zijn al een hele ochtend aan het spelen tijdens de BMW M-Track Experience. Dit is een super vette dag waarin je eigenlijk dus de mogelijkheid hebt als M-eigenaar om deze auto's allemaal te mogen ervaren. En mocht je dus een nieuwe BMW M kopen met een M-Driver Package, dan ben jij hiervoor uitgenodigd en geloof mij, dit wil je niet missen. En tijdens deze dag dus op BMW Driving Experience gaan we zo hier ook verschillende oefeningen doen. We hebben 's ochtends gedrift met onder andere een BMW MT. Dat was onwijs gaaf. Later hebben we nog andere oefeningen gedaan op het circuit. En later dus vandaag, nu eigenlijk voor jullie in deze video, gaan we dus circuit rijden. En dat doen we dus met M Performance modellen, maar vooral met alle mogelijke BMW M modellen. M8 Grand Coupé hebben we mee gedrift. Super vet. 4 serie is misschien wel de leukste auto om mee te driften. Dat klinkt heel raar, maar dat is echt kicken. B58 motor gaat echt als de brandweer. En natuurlijk iets groter dan een M2. M4 CS, Dakar uitvoering. Het is niet normaal, hè? Want ik zou het denk ik echt nooit met mijn eigen auto te doen. Het wordt zo ranzig, maar het is zo vet om te doen. Dus ik denk dat we de auto's in gaan. We hebben een M2. We hebben een... Wat hebben we aangekomen? XM. XM. De nieuwe. Ja. M3 Touring, waanzinnige kleur. We hebben een mooi spul mee, dus kom mee. In de titel van de video, helaas is het zover. We hebben hem een half jaar, maar vandaag is de allerlaatste video met mijn BMW M2. Maar niet getreurd, er komt meteen weer wat terug voor deze BMW M2. Laat sowieso even weten in de reacties wat jullie denken dat de nieuwe auto gaat worden. Maar dat is later in de video. En zoals jullie weten zitten er natuurlijk hele gave Voswheels onder deze BMW M2. Die gaan niet mee met deze auto als die terug gaat naar Vlaarover. Dus we gaan eerst naar Banden XL. Dan gaan we de originele wielen plaatsen op deze auto. En dan vervolgens gaan we dus de BMW M2 terugbrengen naar Vlaarover. Daar komt die te koop. En dan gaan we ook weer mijn nieuwe auto ophalen. Nou jongens, aangekomen met Banden XL. De BMW M2 staat op de brug. De originele wielen hangen eronder. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik ben nog niet helemaal zeker of jullie dit nou wel of niet hebben gezien. Het is zo wereld van verschil. Deze auto met natuurlijk het gepolijste randje en het zwart aan de binnenkant. Hier liggen de Voswielen. Die komen uiteraard binnenkort online of in de showroom bij Banden XL. Als er gecheckt, banden worden gecheckt, wielen worden gecheckt. En dan komt die later online. Nou jongens, de planning was om het allemaal iets spectaculairder te doen dan dit. Maar... het heeft gesneeuwd in Nederland. Ik weet niet waar jullie vandaan komen natuurlijk, maar bij mij heeft het gesneeuwd. En de originele wielen zitten er weer onder. Dat zijn Pizero's. Die zijn nu knalhard. Dus ja, dat was niet echt een ideale combi om überhaupt wat buiten te filmen. Dus we rijden nu naar Vlaarover. Ik sta hier momenteel bij House of Cars. En we gaan mijn nieuwe auto ophalen. En in de tijd dat we daar naartoe rijden, denk ik, het is misschien leuk om jullie even te vertellen. We hebben deze auto 5 maanden mogen rijden. Hoe is het nou geweest om een BMW M2 te hebben? En wat denk ik van die auto? Want het is een dure auto. Heel duur, vind ik, in Nederland. Deze auto kost namelijk 143.000 euro zonder het carbon. En wat vond ik daar nou van? Wat vond ik van de nieuwe BMW M2? Was het in mijn ogen het geld waard? Heel eerlijk, ik vind het heel veel geld, maar ik denk ook dat ik voor dat geld nieuwe auto's kijken, dat ik niet echt een leukere auto heb gereden in de afgelopen periode. Ik heb er 15.000 kilometer
mee mogen rijden. Daar ben ik super dankbaar voor. Normaal is het een samenwerking geweest met Velaro. Daar gaan we ook de nieuwe auto ophalen. En deze auto is echt gewoon top. Hij ziet er natuurlijk super dik uit met al het carbon, de M-Performance parts, alles erop en eraan. Alles eigenlijk wat ze willen. En nee, hij heeft niet de bucket seats. Daar bedenk ik eigenlijk dat ik momenteel, ondanks dat ik in eerste instantie voor de buckets zou gaan, dat ik heel blij ben dat er gewoon een sportstoel in zit. Ik vind het super cool met die M-accenten die erin zitten. Hij is natuurlijk verlaagd. Er staat een vossenwielen onder. Ja, dit was gewoon voor mij de M2 Zandvoort blauw. Ook een topkleur. Maar helaas komt daar dus een einde aan. En daar wil ik Banden XL voor de wielen en Velaro dus onwijs voor bedanken. Maar nu gaan we iets anders ophalen. We gaan weer een nieuwe auto ophalen. Die is nog niet ingereden. Deze haalde ik ingereden op. En nu gaan we dus naar Velaro om mijn nieuwe BMW M4 op te halen. Dus nogmaals, de BMW M2 staat hier achter me. Het is de laatste keer denk ik dat jullie deze auto gezien. Hij komt uiteraard online. En wij gaan nu naar binnen om mijn BMW M4 op te halen. Ik heb alleen geen idee hoe de auto eruit ziet, want ik heb hem nog niet gezien. Ik dacht BMW M4, X-Ray, winter, ja, goed. Nou jongens, daar staat hij. Doe maar. Dit is vet, jongens. Wauw. Ja, ik snap het inderdaad als jullie zeggen, hij is wel wat minder spectaculair qua looks dan de BMW M2 die je dus net hebt ingeleverd. Ja, dat klopt. Daar ben ik het helemaal eens. Maar jullie moeten ook niet vergeten jongens, ik ben dus 29 geworden. Bijna 30. En daar past dus wel een beetje zo'n samenstelling bij. Nou, even zonder gekkigheid, Tanzaniet blauw is echt mijn favoriete BMW kleur. 4 jaar geleden toen wij op zoek gingen naar mijn eerste BMW M4. Was de eerste auto waarmee we gingen rijden, Tanzaniet blauw. En die kleur in de zon is echt waanzinnig. Ik snap ook dat met dit weer het niet heel erg spectaculair is. En ja, bruine zetels. Ja, dat mag je mooi vinden. Dat mag je ook niet mooi vinden. Ik vind persoonlijk de combi super cool. Ik snap ook dat een hoop zullen zeggen van, jezus Sam, had wel wat jonger gemogen. Zwart is ook gewoon mooi. Ook dat snap ik. En dat is allemaal prima. Laat het vooral weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Het enige wat ik momenteel kan zeggen is dat ik er echt waanzinnig blij mee ben. En dat ik hier dus samen met Velaro weer een paar maanden in mag sturen. De auto is nieuw, hij moet nog worden ingereden. Maar het mooie is dus, dit is een X-Drive variant. En zoals jullie weten heb je de M4, M3 in verschillende varianten. Je kan hem 8 uur wagen er even kopen, dat waren de eerste auto's die uitkwamen. Maar dus later kwam er ook een X-Drive variant uit. En dan heb je dus vierwielaandrijving en de mogelijkheid om alles uit te zetten. Dus dan gaat gewoon het volledige vermogen, 510 pk, naar de achterwielen. Dan is hij echt levenslink, maar super cool. En dat gaan we dus uiteraard ook demonstreren later als het vermogen helemaal beschikbaar is. Maar nu gaan we dus weer door naar BMW Nederland. Daar gaan we namelijk een M4 CS ophalen. Gisteren, met alle sneeuw en dingen, is het niet helemaal gelukt. Dus we gaan nu naar Berkel Roadrace, we gaan die auto ophalen. Dan vervolgens gaan we driften. Niet met die auto, misschien wel met die auto. Dan gaan we gewoon een mooie dag tegemoet. Dus het is een beetje chaotisch. Het gaat van Zandvoort naar M2 inleveren, naar M4 ophalen. Naar een M4 laten zien terwijl het klote weer is. Naar een M4 CS ophalen en driften. Excuses daarvoor, maar ik hoop dat je hem net zo leuk vindt als ik. M4 CS is een soort van getransformeerd. Hij is een tikkeltje ouder geworden, maar dat maakt het niet minder leuk. We zijn dus op het Lelystad driftcircuit samen met Driver ID. Echt een waanzinnige dag. We hebben 's ochtends al gereden. Nieuw asfalt, erg stug, maar super vet om met deze auto's hier al een dagje te mogen driften.
Ja, dat is gezellig, man. Weet je, godverdomme. Laat maar zien wat je kan, hè. Nou, waarschijnlijk weinig. Ja. Nee, kijk, goed. Komt helemaal goed. We hebben nog niks gesloopt. Nee. Het is wonderbaarlijk, maar waar? Is achteruit. Dat had je broertje net. Ja, ja. Dat mag ik. Ja, precies. Ik denk dat ik een keer wat anders onder de finish.